Christiaan Huygens in Scholen Top. Online ontwerpt lichtornament. En nieuwe naam Philips Harmonie. Het Christiaan Huygens College is een van de beste scholen van het land. Het blijkt uit onderzoek van Weekblad Elsevier. In het onderzoek werd bijvoorbeeld gekeken naar het aantal zittenblijvers, het aantal leerlingen dat zonder vertraging een diploma haalt en het gemiddeld eindexamencijfer. Laten we hartstikke trots zijn op onze leerlingen, op de collega's, dus op onszelf. Dit geeft gewoon een ontzettende kick, want het is toch hartstikke leuk. En het bevestigt ons in dat waar we mee bezig zijn. En we dachten goed bezig te zijn en dat blijkt dus ook wel. En erkenning is gewoon altijd ontzettend leuk. De school aan de Rachmaninovlaan had het minst aantal zittenblijvers en het hoogste eindexamenresultaat voor zowel HAVO als VWO. Maar voor de leerlingen zijn er andere dingen die hun school tot een goede maken. Uitstekende leraren, weinig lesuitval, perfect aangepaste roosters. En gewoon een topsfeer hier op school. Ja, het is gewoon gezellig en er wordt op gelijk niveau met elkaar omgegaan en ja... Dat was het wel zo'n beetje. Ja, het is gewoon, er hangt een fijne sfeer. En dat stimuleert gewoon heel erg om goed te leren en zo. Ook voor docenten is een goede verstandhouding met leerlingen belangrijk. Dat maakt lesgeven voor hen aantrekkelijk. Je hebt heel veel ruimte als docent. Er wordt verrassend weinig vergaderd. Dus dat weten we binnen de perken te houden. En ik kan als docent heel erg mijn lessen zelf bepalen en invullen. En dat maakt wel, ja, ik weet het niet zeker of het veel verschil maakt, maar ik vind dat heel erg prettig. Omdat we inderdaad al heel lang goede resultaten scoren. En daarnaast omdat de verhouding tussen docenten en leerlingen goed is. En de sfeer onderling, zowel bij leerlingen als bij docenten, prima. Wel zien en de docenten en de leerlingen nog wat verbeterpunten. Ik denk dat het altijd wel kan dat leerlingen meer betrokken worden bij de school en bij dingen die besloten worden. Dus als er dingen in vergaderingen besloten worden over ons, ze gaan natuurlijk al over ons. En ik denk dat op elke school de leerlingen graag er iets in te zeggen zouden willen hebben. Bij het eindexamen constateert dat het voor het ene vak toch iets minder is dan voor het andere vak. Dan kun je voor het vak wat minder is nalopen. Waar kunnen we nog wat winst halen? Hoewel ze op school blij zijn, wordt er geen feestje gegeven. Er moet tenslotte gewerkt worden om het niveau hoog te houden.